Dag allemaal, ik zit hier op de Young Capital Dutch College League Awards in de game show. Gaat niet goed, hè? Gaat niet goed met mij. Dag allemaal, ik sta in Hilversum bij de finale van de Young Capital Dutch College League. Dit e-sports event wordt gesponsord door Young Capital en ik ben benieuwd welke app deze toekomstige Mark Zuckerbergs zouden willen ontwikkelen. Welke apps gebruik je het meest? Nieuwsapps. Je bent gamer, neem ik aan? Ja. Weet jij hoe die games gemaakt worden? Redelijk wel, ja. Hoe dan? Met computers. Nou, daarom is nou echt nog een app voor. Ja, voor de Nederlandse e-sport. Heb je wel zelf nagedacht over een app? Nee, niet echt. Mijn eigen app. Dat is wel echt een vraag waar ik niet zo vaak bij stilsta, maar... Ze werkt gewoon bij een Japans afhaalrestaurant. Ze kan gewoon developen. En ze verdient nu 7 euro per uur. Terwijl ze ook 150 euro per uur kan verdienen. Code kunnen lezen is ook gewoon heel belangrijk. Vroeger was het alleen maar voor nerdjes en tegenwoordig is het gewoon voor iedereen. Wat doe je voor werk? Grafisch vormgever. Grafisch vormgever? Ja. Iedereen is op zoek naar IT'ers. Dat had ik gehoord, ja. Ga dat gewoon doen. Ik zat eraan te denken, maar ik... Doe maar gewoon. Okay. Verdient het een beetje goed? Ik denk dat ik meer verdien dan mensen van mijn leeftijd, ja. Hoe oud ben je? 17. Oh, voor wat doe je dat? E-sports organisaties. Je weet dat er developers voor nodig zijn om een game te bouwen. Ja. Ik weet niet. Ik heb niet eens opgezocht hoeveel dat zou verdienen. Ik denk bij mezelf dat het meer is van hoe meer je werkt, hoe meer je verdient, toch? Weet je hoeveel je verdient als developer? Als je een hele goede game neerzet, zet een bol, ja. Niet dat ik zelf denk van ik ga nu een game maken, maar ik zou geen moment van... Weet je wat cool zou zijn als er een game was die dit en dit had? En dan heb ik wel eens wat opgeschreven, maar ja, daar doe ik nooit wat mee, want ik weet niet hoe dat moet. Dus. Nou, gaan leren developen. Zou je ook aan de slag willen als developer? Kijk dan eens op de IT traineeships van Young Capital Professionals, want daar leer je binnen 2 maanden programmeren. Je kunt je trouwens ook even abonneren op dit kanaal. Dag!